Maar meet die bloeddruk nou gewoon. Meet eens een keer je cholesterolwaarde. Dan weet je het ook en dan heb je het ook in maat en getal. Want ik denk dat er meer risicofactoren voorkomen onder sporters, waar ze zich misschien niet bewust van zijn. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over trainen voor een gezonder hart volgens Thijs IJsvogels. Sporten is gezond en verlaagt de kans op hart- en vaatziekten. Maar net als je gewone spieren wordt tijdens inspanning ook je hart belast. Hoe train je je hart op de beste manier en kan te veel belasting misschien ook een gevaar vormen? We vragen het aan onze special guest, inspanningsfysioloog Thijs IJsvogels. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey. Ho, ho, ho! Ja. Nog een paar nachtjes slapen, het is ja, kerstmis. Ja, leuk hè? Ja, we zijn bij de één na laatste aflevering van dit jaar aangekomen. Toch maar weer 125 gedaan, ja. Is dit. Nog 1 kilometer te gaan hebben we onze derde marathon gefinished. Ja. En we gaan eruit met een gast. Hartstikke leuk. Wie hebben we bij ons vanochtend? Thijs IJsvogels. Ja, goedemorgen Thijs. Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Ik ben even benieuwd, Thijs IJsvogels. Ik heb wel eens van jou over hem gehoord, Jurgen. Maar ja, voor al onze luisteraars die Thijs niet kennen. Wie is hij en waarom is hij te gast? Dat is toch gek. Hij is regelmatig in het nieuws op tv en noem maar op. Hij weet, hij werkt in Nijmegen als inspanningsfysioloog. Ja. Vakgroep fysiologie. In een heel ver verleden heb ik ook ooit op een vakgroep fysiologie gewerkt in Maastricht. Oké. Okay. En dan weet je toch wel een beetje, ken je elkaar, collega's hè, in het veld, in het land. Thijs is wel een stukje jonger dan ik, maar hij was een up-and-coming fysioloog. Ja, inmiddels ben ik natuurlijk helemaal op een zijpad beland. Als wetenschapper. Als wetenschapper. Ja. En Thijs is doorgegaan en ik moet zeggen, hij doet hele leuke dingen. Twee takken eigenlijk, zo zie ik voor me. Thermofysiologie, hij is heel erg betrokken geweest bij het Thermo-Tokyo project. Ah ja. Hoe bereiden we ons voor op die Olympische Spelen in de hitte? In Japan destijds. En de andere tak is toch wel de hartgezondheid. Mm-hmm. En nou is het leuke dat ik heb me aangemeld als proefpersoon voor een studie naar de relatie tussen sporten, duursporten en hartgezondheid. Het onderwerp van vandaag. En dan kwam ik Thijs tegen. Ja. Want die is daar eigenlijk een van de onderzoeksleiders of de onderzoeksleider. Nou, je kwam niet alleen Thijs tegen. Ik kan me dat verhaal nog herinneren. Uitgerekend in de uitvoering van dat onderzoek kwam je ook nog vriendin van de show Lotte Koopmans tegen. Die bij jou mocht prikken. Ik ging bloed prikken. En pas achteraf zei zij, we hebben elkaar gezien. Nou, ik was helemaal perplex eigenlijk. Hey, en dus gaan we met Thijs op zoek naar het antwoord op de vraag sporten en de gezondheid van het hart en met name dan ook de vraag waar je nu in de media wel eens wat meer over hoort. Is sporten wel alleen maar gezond? Ja. En wanneer wel en wanneer niet? Ja. En waar moeten we op letten? En waarom deze studie? Ja, zullen we eens beginnen bij de studie. Thijs, als jij aan mensen in een paar pennenstreken mag uitleggen wat je aan het onderzoeken bent. Waar gaat die studie over waar je Jurgen hebt beproefd? Ja, die studie gaat over het eiwit troponine. En dat is een eiwit wat je normaal gesproken maar een heel klein beetje in je bloedbaan hebt circuleren. Maar als er schade aan de hartspier plaatsvindt, bijvoorbeeld als je een hartinfarct hebt gekregen, dan neemt die concentratie van dat troponine-eiwit in je bloed toe. Okay. Dus eigenlijk gebruiken veel artsen, die gebruiken dat op de eerste hulp om vast te stellen als iemand pijn op de borst heeft.
Is er een hartprobleem? Is er hartspierschade? En moeten we daar nu acuut iets mee? Een zogenaamde biomarker. Je kan bloed prikken en dan kan je meten of dit voorkomt. Ja. Ja, biomarker of signaalstof. Ja. En nou ja, we weten dat het niet alleen bij patiënten met een hartprobleem te detecteren is. Maar we weten ook uit eergaande vorige studies ook van onze afdeling dat dat ook bij sporters te meten is. En in het onderzoek waar Jurgen aan deelneemt willen we eigenlijk een drietal onderzoeksvragen beantwoorden. Ten eerste willen we bekijken van wat is nou een normale respons van die troponine als je aan duursport doet. Dus daarbij willen we bij wandelaars, bij wielrenners en bij hardlopers gaan kijken van hoeveel neemt dat troponine eiwit nu toe. Ja. En hoeveel variatie zien we daar eigenlijk tussen sporters? Mm-hmm. Nou, als we dat weten... Ja? Ga je gang. Ja, als we dat weten. Ja, precies. En dan? Want dat, ik snap dat we vanuit de wetenschap willen zeggen, ik moet begrijpen wat die stof doet. Maar dat is nog fundamenteel. Nou ja, en het tweede, onze hypothese is in deze studie dat als je een hele hoge troponineconcentratie na het sporten hebt, dat dat misschien wel een nieuwe biomarker of signaalstof kan zijn voor de gezondheid van het hart. Want inspanning is natuurlijk een stresstest voor het lichaam. En als je dus meer stress aan het hart, of dat het hart daar niet zo goed mee om kan gaan, zal dat, denken wij, leiden tot meer troponine release. Dus wat we daarbij gaan doen is in het tweede deel van het onderzoek, is dat we de sporters met een heel hoog troponine na inspanning, die gaan we vragen om bij ons naar het ziekenhuis te komen. Daar maken we dan een CT-scan van het hart. Om eigenlijk naar die hartgezondheid te kijken en naar te kijken of dat er kalk is in de kransslagaderen van het hart. Ja. En we gaan dat dan vergelijken met een controlegroep met een heel laag troponine na het sporten. Om te kijken of dat er dan een verschil zit tussen sporters met een heel hoog en een heel laag troponine. En waarom kijk je specifiek naar die verkalking? Is dat de grote risicofactor of is dat het gezondheidsrisico wat er bestaat? Niet per se, je zou het ook breder kunnen bekijken, maar in andere studies hebben we laten zien dat met name bij middelbare en oudere sporters, die heel actief zijn, dat er meer verkalking van die kransslagaderen plaatsvindt. Dat heet ook wel aterosclerose of coronaire aterosclerose. En dat is eigenlijk een hele opvallende bevinding, want we zeggen altijd inspanning is gezond, is goed voor je hart, goed voor je bloedvaten. En op basis daarvan zou je verwachten dat je, als je veel sport, dat je juist minder kalk in die kransslagaderen hebt. Maar wij vonden juist het tegenovergestelde, dat het juist meer is. En de vraag is nog een beetje, wat betekent dat nou? Want het ziet er ook wat anders uit dan bij inactieve mensen. En in deze studie willen we eigenlijk ook kijken van, is er nou een relatie tussen inspanning en afgifte van troponine, als stressor voor het hart, en de eventuele aanwezigheid van die coronaire aterosclerose. En ja, zo proberen we eigenlijk meerdere onderzoeken te combineren. Meer verder bij elkaar te brengen. Ja. Hey, je praat een beetje in we gaan en we zijn. Dus in die zin spreken we iets te vroeg. In ieder geval voor deze studie. Je hebt nog op dit moment is het nog volop in bezig, zeg maar. Ja, we willen echt een grote studie gaan doen. Dus we beogen in totaal 1500 sporters deel te laten nemen. Jurgen heeft de afgelopen najaar deelgenomen en we hebben bijna de eerste 100 sporters erin. Dus we hebben ook een beetje bedacht dat 2022 is ons opstartjaar. Daarbij willen we eens kijken van, loopt het allemaal ook operationeel? En in 2023, dus sneller, dan gaan we echt opschalen en dan willen we grote aantallen gaan meten tijdens een aantal sportevenementen. Zie ik gelijk een haakje voor onze luisteraars. Zoek je nog proefpersonen? Want wij zetten die vraag heel graag uit in ons netwerk. Zeker, zeker. Dus het eerstvolgende evenement waar we ons nu op gaan richten is de Stevensloop in Nijmegen. Okay. Dus doe je mee en loop je de halve marathon. Dat is wel een voorwaarde, want we zijn echt in duursporters geïnteresseerd. Stuur me dan een bericht of meld je aan via onze webpagina. Ja, precies, wij zullen zorgen dat die link netjes in de show notes van de aflevering staat. Dan kan iedereen dat vinden. Zijn er verder nog voorwaarden aan? Leeftijd, aantal uren dat je moet trainen? Ja, leeftijd is ook nog een factor. Dus wat is middelbare leeftijd, Thijs? Ja, dat is een gewetensvraag. In deze studie hebben we dat gedefinieerd als mensen tussen de 40 en de 70. Oh ja, 40 plus. Vanaf 40, zeg maar. Ja. Ja. Dus ook jij, Gerrit. Ja, ik voldoe eraan hoor, met 42. Ja, prima. Ik was eigenlijk wel verrast. Omdat ik in het verleden wist dat jullie bij de vierdaagse lopers
ook heel veel metingen hebben gedaan. Volgens mij ook troponine metingen. En dat is ook al in het nieuws gekomen. Dat daar misschien, volgens mij kan ik me herinneren, dat er wel een relatie leek te zijn tussen uiteindelijk misschien zelfs kans op of risico op uiteindelijk hartproblemen of sterfte en troponine. Was dat allemaal toch nog onvoldoende, onduidelijk? Hoe zat dat dan? Ja, nee, inderdaad. Het was de eerste studie die heeft laten zien dat troponine ook klinisch van belang is. En we vonden inderdaad bij een grote groep vierdaagse wandelaars, ruim 700 wandelaars, hebben we daarbij troponine voor en na afloop van de eerste wandeldag bepaald. En vervolgens hebben we die groep gevolgd over de tijd om te kijken of dat een hoog troponine na een vierdaagse wandeldag, of dat gerelateerd was aan, maar jij geeft het al aan, hartproblemen of vroegtijdige sterfte. Mm-hmm. En daar vonden we inderdaad een verband tussen. En dat was de eerste studie. En wat ons betreft ook echt een aanleiding dat die troponine na inspanning, dat ook iets van betekenis is. En dat niet zomaar een fysiologische verandering is die we verder kunnen negeren. En eigenlijk de huidige studie, die borduurt daarop voor. En de reden daarvoor is dat de vierdaagse is natuurlijk toch wel een ander type sport dan een reguliere duursport, hè? Bijvoorbeeld hardlopen en wielrennen. Je ziet over het algemeen dat bij die sporten dat de doelgroep wat jonger is. Mm. En dat ze over het algemeen ook wat getrainder waren. Dus dat was ook een beetje de kritiek. Je zegt nu dat bij hardlopen en wielrennen de doelgroep jonger is dan bij het wandelen, hè? Dat klopt. Is wat je... Klopt. Dus jonger dan de vierdaagse wandelaars en ook getrainder dan de vierdaagse wandelaars. Want dat was een beetje de kritiek, zeg maar, naar aanleiding van onze vierdaagse studie. Dat ze zeiden, nou, prachtige bevindingen. Maar in hoeverre is dit nu vertaalbaar naar de duursporten van middelbare leeftijd, zoals hardlopers, wielrenners, triatleten, et cetera. Wow. Matthijs, en dat willen we nu gaan onderzoeken. Dan hoor ik jou toch hier in de eerste 10 minuten vertellen dat je hebt gevonden dat er aderverkalking plaatsvindt bij mijn hart en dat er troponine in mijn lichaam komt als ik sport. Laten we dan maar de karikatuur doortrekken. Is dat hele sporten boven de 40 eigenlijk wel gezond? Want dat is natuurlijk een soort van de premisse waar we hier op varen. Ja, nee, dat is absoluut gezond. In die zin zou ik dat zeker ook bij de goede voornemens voor volgend jaar behouden. Ja, gelukkig. Anders kunnen we met de podcast na zes seizoenen stoppen. Ja. En er is ook heel overtuigend bewijs dat als je sport, ook op middelbare of ook op oudere leeftijd, eigenlijk je levensverwachting verbetert. En we weten uit tal van epidemiologische studies dat sporters gemiddeld genomen 3 tot 6 jaar langer leven dan niet-sporters. En er zijn zelfs studies aan die laten zien dat, ook al ben je inactief tot je 50ste en je besluit dan om toch een beetje te gaan bewegen of misschien zelfs te gaan sporten. Van de bank af? Ja. Oh, precies. Dit horen de mensen dan, volgende week nog wel. Mooie plannen die we hebben. Ja, van de bank af. Dan heeft dat ook een gunstig effect op je levensverwachting. Dus de boodschap moet echt zijn, het is nooit te laat om te sporten. Nee. Maar op zoek naar de nuance. Ja, wat is er dan wel aan dan? Want jij noemt die aderverkalking of die kransslagaderverkalking. Dat vind ik meteen heel eng klinken. Je zegt er dan wel bij, ja, dat zag er dan wel anders uit dan bij inactieve mensen. Maar even als leek, ik denk aderverkalking, daar wordt een hartinfarct. Wat is dat precies? Wat is het risico hier? Je weet nog niet precies, maar wat kun je er wel over vertellen? Nou, wat we weten, zeg maar, in de algemene bevolking, of als je kijkt naar patiëntenpopulaties waar ze kransslagader verkalking vinden, dan hoe meer dat er is, zeg maar, hoe groter het risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten in de toekomst. Mm-hmm. Want wat er kan gebeuren is dat een atherosclerotische plak, heet dat dan, die kan wat openscheuren, daar kan dan vervolgens een stolsel komen en dan kun je een hartinfarct krijgen. Nou, dat wil je uiteraard niet. Maar de nuance zit het erin dat het heel erg uitmaakt wat een soort van de dichtheid is van die plak, dus hoeveel kalk erin zit, mm-hmm, en wat het volume is. Dus je hebt daar een aantal verschillende types en wat we eigenlijk zien is dat bij sporters komen met name hele verkalkte plaks voor. En dat zijn over het algemeen stabiele plaks die niet makkelijk of moeilijk kunnen scheuren. Dus we vinden weliswaar meer kalk in de kransslagaderen, maar of dat ook gerelateerd is aan een verhoogd risico,
Dat weten we nog niet. Precies, het eerste idee lijkt, en ik ben me bewust, we zijn aan het redeneren. Het eerste idee lijkt, dat is niet de gevaarlijke variant of een minder gevaarlijke variant, toch? Precies, het is een minder gevaarlijke variant. Maar persoonlijk zou ik wel altijd zeggen dat ik liever helemaal geen kalk heb in mijn kransslagaderen. Ja. Dan wel kalk. Ja, maar dat is wel. Ik kan me herinneren toen dat in het nieuws kwam. Nou, dat was echt wel koren op de molen voor de mensen die nog steeds denken dat met name topsport ongezond is. Hè? En dat wordt toch nog vaak gezegd. Vooral als dan weer eens een voetballer op het veld neerstort. Hè? Met plotse hart dood of noem maar op. Ja. Of een wielrenner. Hè? Het gebeurt helaas. Of iemand bij een marathon. Ik weet wel dat mensen toen zeiden en de verbazing, hè, dat sporten, nou, daar krijg je dus aderverkalking van. Inmiddels, ook met jouw nuance, toen je uitlegt van, ja, maar dat is misschien juist de gunstige variant van een plak, omdat die stabiel is, niet openstopt. Zit ik hier inwendig een beetje te juichen? Want ik heb natuurlijk een CT-scan gehad. Ik was een van de uitverkorenen. En ik kreeg daar bericht over en waarschijnlijk zeg je... Je hebt nu over jouw deelname en de studie van Thijs, hè? Ja, en nou ja, daarvoor deed ik het ook. Waarvoor deed ik het? Ik vind het gewoon hartstikke interessant, dat is één. Ja. Nou, misschien toch wat persoonlijk loslaten hier. Ik kom uit een heel, laat ik zo zeggen, een heel sportief gezin. Gezien mijn twee broers die ook sporten. Mijn vader die heel fanatiek, of tenminste heel veel met sport bezig was... maar zelf niet aan het sporten toekwam. Ja, die is toch op relatief jonge leeftijd een hartaanval gehad. En zo is eigenlijk zijn hele familie heeft dat gehad. Dus ik denk enerzijds dat de familie van Tevelen genetisch toch... misschien toch niet helemaal de juiste genen heeft... om voor een gezond hart. Aan de andere kant, de praktijk is dat ik gewoon lekker aan het sporten ben. Vandaar dat er ook nog een persoonlijk iets bij zat toen ik me opgaf... de uitslag van die scan, die liet zien, of die in de mail kreeg ik. Nou, de CT-scan toonde verkalking in meerdere kransslagaderen. Punt. De hoeveelheid kalk in uw kransslagaderen was boven het gemiddelde voor mannelijke leeftijdgenoten. Er zijn geen ernstige vernauwingen door de verkalking van de kransslagaderen. Ik heb dat nog met niemand gedeeld. Met Gerrit Hoogjes. En nu gooi je dat hier even in de podcast? Zelfs mijn vrouw niet, om haar niet... ongerust te maken? Ongerust, omdat ik wist van in de achterhoofd... Hé, maar dit hebben topsporters dus ook. Dus kortom, ik voelde me... Sporthard. Ja, ik voelde me verwant eigenlijk met mensen die veel sporten. Maar dit is toch wel... Je lacht er nu bij, je maakt er een grap van... Maar dit is toch wel eng nieuws, lijkt me, toch? Nee, ja, dat vind ik dus niet. Oh. Omdat ik denk dat mensen meteen denken bij aderverkalking... oh nee, is niet goed. Aan de andere kant, volgens mij is de grootste risicofactor... op slagaderverkalking is gewoon leeftijd, ouderdom, ouder worden. Ik zie Thijs knikken, instemmend. Ja. Dus in die zin, ja, dan kan je maar beter een gunstige variant hebben... dan een ongunstige. Maar ja, ik denk dat mensen misschien nog vaak zwart-wit denken van... bij sporters die hebben inderdaad harten die er nog uitzien als van 20-jarigen of zo. Maar ik denk uiteindelijk, de leeftijd speelt gewoon altijd een rol. Je gaat altijd dingen zien, zoals aderverkalking. Maar daarnaast zijn er nog meer aspecten natuurlijk. Je littekenweefsel, fibrilleren. Wat zijn nou eigenlijk alle karakteristieken die je tegenkomt... in harten van duursporters of juist toppers. De laatste studie verschenen van volgens mij Vuelta, Giro, Tour de France renners. Als je de kop alleen maar leest, denk je, oeh, daar word je niet zo vrolijk van. Maar daarom vind ik de nuance heel belangrijk. Ging dat over het sporthart, Jurgen? Ja. Daar ben ik wel benieuwd. Over het littekenweefsel met name. Wat is een sporthart? Je hoort het ook zelfs onder de amateurs wel eens gezegd worden, hè? Ik heb een sporthart. In mijn hoofd denk ik dan, oh ja, dat is zo'n hart wat heel groot en sterk is en heel langzaam klopt. Hele lage hartslag, is dat wat het is? Of? Nou, dat is eigenlijk al een hele mooie samenvatting inderdaad. Kijk, als je ongetraind bent, dan is je hart ongeveer even groot als je vuist. Ja. En wat we zien als je dus veel sport, dan wordt dat hart groter om eigenlijk aan de vergrote zuurstofvraag te kunnen voldoen in de spieren. Dus dat hart, ja, dat groeit wat, hè. En dat kan echt behoorlijk wat groter worden. Kan echt wel anderhalf keer zo groot worden. En daarmee kan het
hartminuutvolume. Dus echt ook veel hoger worden tijdens inspanning. En maar is... ja, dat is dat is eigenlijk de fysiologische aanpassing. Zoals spieren sterker, ja, groter worden, skeletspieren. Toch zijn er, ja, juist, ik noem dan naast die slagaderverkalking of ja, met echt verhoogde calcium erin. Littekenweefsel had ik het over. Ja, klopt. Misschien fibrilleren van het atrium. Ja, ja, het rijtje langsgaan. Wat zijn eigenlijk bevindingen die je toch wel tegenkomt in mensen die echt hun hele, ja, leven flink, ja, lang op de fiets hebben gezeten of gelopen of in ieder geval aan duursport hebben gedaan? Kun je dat, ja, kort schetsen? Zeker, dan moet je dat eigenlijk opdelen in twee categorieën. Je kan kijken naar de acute effecten van inspanning op het hart. Hmm. En je kan kijken naar de lange termijn effecten van sporten op het hart. Kijken we dan naar de acute effecten, dan, nou ja, ten eerste, je gaf het al aan, hè, het risico op plotse hartdood. Dat is vaak wat je in de krant leest, of dat er inderdaad een sporter na afloop van een marathon ter aarde is gestort en dat niet heeft overleefd. Nou, dat risico is echt ontzettend klein. We hebben het over ongeveer 1 op de 100.000 of soms nog wel minder. En daarbij moeten we ook sterk onderscheid maken tussen de leeftijd waarop dat gebeurt. Als dat, zeg maar, tot je 35ste gebeurt, dus op jonge leeftijd, dan is daar vaak toch een genetisch aspect wat dat risico heeft veroorzaakt. Terwijl als dat boven je 35ste gebeurt, dan heb je het vaak over verworven ziekten. Zoals bijvoorbeeld kransslagaderverkalking. Niettemin blijft dat risico op plotse hartdood blijft echt ontzettend laag. En zou wat mij betreft geen reden moeten zijn om te, om te starten of te stoppen met sporten. Mm, precies. Andere acute effecten gaan over de functie. Dus als je de functie van het hart meet, bijvoorbeeld met een echo, na afloop van een marathon of een lange afstand fietstocht, dan zien we dat er eigenlijk een tijdelijke afname is van de functie van het hart. Dus bijvoorbeeld de contractiekracht, die is minder dan voorafgaand aan inspanning. Maar dat is maar zeer tijdelijk en eigenlijk zie je binnen 6 tot 24 uur dat weer helemaal herstelt. En het is niet zo dat dat dus leidt tot hartfalen of iets dergelijks. Klinkt gewoon als vermoeidheid, ja, toch, Thijs? Ja, dat is gewoon vermoeidheid van de hartspieren, inderdaad. Ja. Ja. Nou, het laatste acute effect is dan de vrijkomst van allerlei signaalstoffen of biomarkers, waarvan troponine een van de voorbeelden is. En nou ja, dat hebben we zojuist al besproken. Ja. Gaan we kijken naar de lange termijnseffecten. Dus dan heb je het echt over jaren aan training. En misschien zelfs tientallen jaren aan training. Ja, dan zijn daar inderdaad een aantal observaties. Dat is dus coronaire aterosclerose. Wat vaker voorkomt onder mensen of onder sporters die heel veel sporten. Dus om de meest actieve sporters. En dit was het moeilijke woord voor wat wij in deze aflevering nu verkalking noemen, toch? Ja, kransslagaderverkalking. Ja, klopt. Ja. Ja. Ritmestoornissen. Er is echt overtuigend bewijs dat sporters, en met name duursporters, dat die een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van boezemfibrilleren. En daar is eigenlijk heel weinig discussie over. Dat laten tal van studies keer op keer zien. En Thijs, net bij de, ja, acute hartstilstand zeg je meteen dat gebeurt er, hè, die kans is heel klein. Ja. Hier leg je ook iets uit waarvan je zegt, nou, we weten dat dit gebeurt. Geef eens een orde grootte. Gebeurt dit bij veel sporters? Hoe groot is dit effect? Ja, de kans bij duursporters is ongeveer 5 keer zo groot als bij inactieve leeftijdsgenoten. Ja, exact. Maar in de grote lijn der dingen, heb je überhaupt loopt de helft van de mensen met een defibrillerende boezemkamer? Of een kwart, of 1 op de 10, of 1 op de 100.000? Nee, dus een goede vraag. Ik kan niet 1, 2, 3 zeggen inderdaad bij hoeveel procent van de duursporters dit voorkomt. Ik weet niet, Jurgen, of dat jij dat vertelt. Nee, weet ik ook niet. Maar ik vind het wel goed, want jij noemt een defibrillerende boezemkamer. Het gaat om een fibrillatie van de boezem. Ja. De boezem is eigenlijk een kleine vliebertje. Ja, wat de kamer is de ventrikel. Dat is, ja, degene die echt het bloed in het jouw doet. Circulatie stort. Ja. En eigenlijk de boezem is het voorkamertje. Ja. Want je gaat meteen afvragen, hoe kan... Ja, fibrilleren is dus een onregelmatige, ja, ruis, hè? Zie je dan, ja, op een hartfilm. Precies. Dat is dus, ja, in ieder geval niet een samenhangende contractie, zeg maar. Ja, dan ga je meteen zeggen, we hadden het eerst over die verkalking. Daar legde je al uit, nou, maar dat is eigenlijk
hoeft helemaal niet, is niet erg, want het is een stabiele verkalking. En zolang het is de minder erge variant. Ja, en je bloedvat niet wordt afgesloten, daarvoor vernauwd wordt. Nou, prima. Hoe zit dat dan met het fibrilleren van dat... Je wil zeggen, hoe erg is het eigenlijk we dit krijgen? Ook al is de kans 5 keer zo groot. En moeten we er wat aan doen? Ja, nou, het risico van boezemfibrilleren is dat er een stolseltje ontstaat in de boezem. En dat dat stolseltje in de circulatie komt. En dat je daarmee een verhoogd risico hebt op het krijgen van een beroerte. Ja. Nou, er zijn ook... En dat is natuurlijk niet wat je wil. En er is een hele mooie studie, ik denk een jaar of 2 geleden uitgekomen uit Zweden. Bij skiers die meedoen aan de Vasa Lopet. Dat is een bekende cross-country skiwedstrijd al daar. En die hebben eigenlijk heel mooi laten zien dat het inderdaad vaker voorkomt dat de meest actieve sporters, dat die dus boezemfibrilleren hebben. Maar als je dan kijkt naar het risico bijvoorbeeld op beroerte, dan is dat echt een stuk lager dan bij niet-sporters met boezemfibrilleren. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat sporten je daar echt wel beschermt ook. Voor, dus het komt wel vaker voor, maar het negatieve effect waar het eigenlijk echt gevaarlijk voor is, zie je dan weer minder. In vergelijking met inactieve mensen. Ja. Precies, die ook boezemfibrilleren hebben. Exact. Maar als je het vergelijkt zeg maar, met sporters die geen boezemfibrilleren hebben, dan doen ze het wel weer wat slechter. Dus het is natuurlijk een beetje hoe je ernaar kijkt. En de tweede vraag van Jurgen, moet je hier iets aan doen? Stel, dit wordt vastgesteld. Ik neem aan, als je een keer een hartfilmpje laat maken of zo, kun je het zien. Moet je er iets mee? Ik zou het altijd met de huisarts bespreken inderdaad. En afhankelijk van hoe vaak het zich voordoet. Oké, één stap terug. Voel je het zelf? Heb je zelf klachten als je dat hebt? Volgens mij kun je het wel zelf voelen inderdaad. Want je voelt een onregelmatige... onregelmatige Je voelt dat er iets niet klopt. En dat zou aanleiding kunnen zijn om naar een huisarts te gaan. Ja. En in overleg met je huisarts kun je dan vast... En het is mogelijk om er iets aan te laten doen, begrijp ik. Zeker. Nee, het is hartstikke goed behandelbaar met... Een defibrillator misschien, maar anders anti-stollingsmiddelen of noem maar op. Ja, en ablatie is ook nog... Ablatie is dus dat je... Jullie maken veel moeilijker woorden. Een stukje, er is ergens dus een stukje in die boezem, een soort littekenweefsel, die kun je dan wegbranden, waardoor eigenlijk het elektrische circuit weer als normaal werkt. Een kleine operatie of zo, stel ik me voor. Dat is gewoon een stukje wegbranden wat eigenlijk een beetje in de weg zit. En waardoor... Een hartoperatie. Ja. Heftig. Nee, dat doen ze allemaal via de lease opschuiven. Oh, ja. En dan hoef je helemaal niet voor opengelegd te worden. Dat is allemaal... Fijn. Jullie zitten er lekker in. Thijs, we waren het lijstje aan het afgaan aan dingen die mogelijk een minder positief effect op het hart hebben bij sporten. Ja, dan heb je nog littekenweefsel in het hart. Fibrose van het hart. Nou, dat klinkt natuurlijk ook niet goed dat je littekenweefsel aan je hart hebt. Er zijn verschillende studies en die laten zien dat dat ook weer vaker voorkomt. En dat dat met name voorkomt bij de mensen die het meeste getraind hebben gedurende hun leven. Het meeste aantal marathons hebben gelopen, et cetera. Er is wel heel veel discussie over wat dat nu betekent. Want eigenlijk zit die verlittekenweefseling, die zit een beetje op een atypische plek in het hart. En de laatste resultaten die ik heb gezien van een studie is dat het waarschijnlijk geen klinische relevantie heeft. Maar dat is in een patiëntengroep onderzocht. Vertaal het weer even hier naar de bank. Oftewel, het is wel zo, maar het maakt verder niet zoveel uit. Toch? Ja, dat is nu toch wel een beetje de heersende gedachte. Oké. En dan is er nog een vierde. Missen we nog iets? In het rijtje van langdurige, nadelige of gekke effecten op het hart? Ja, er zijn er eigenlijk nog 2, denk ik. Eentje is dat sommige studies suggereren, maar daar is niet heel overtuigend bewijs, dat training ook een cardiomyopathie kan veroorzaken. Dat is dus nog een moeilijk woord. Ja, ik zie al aan jou dat je dat gaat uitleggen. Kom er maar in. Oh, ik dacht, Jurgen, die in ieder geval ziekte van de hartspier. Oké. Een soort overbelastingsreactie of zo. Ja, misschien wel. Ja, ik denk dat een mooie verklaring is. Maar ik moet zeggen, daar is nog heel veel discussie over en weinig overtuigend bewijs. En er zijn ook enkele studies, maar die komen eigenlijk voornamelijk uit Kopenhagen. En die laten zien dat de meest actieve sporters ook een slechtere levensverwachting hebben. Maar die studies, daar valt methodologisch, dus qua
onderzoek, zeg maar de kwaliteit van het onderzoek, valt daar wel van alles op af te dingen. Dus wat mij betreft kunnen we daar kort over zijn en kunnen we die negeren. Jij zegt Kopenhagen. Ik denk, waarom zeg je nou, komt uit Kopenhagen? Maar dan hebben wij het hier toch wel eens over gehad. Die hebben toch zo'n hele grote longitudinale studie om te kijken allerlei aspecten van mensen hun levensstijl en wat het effect is op de levensverwachting. De Kopenhagen-studie, toch? Denk ik. Ja. Noem je? Ja, noem je het Kopenhagen, ja. Thijs. Heel goed. Ja, nee, maar die doen veel studies. Ik let wel op hier in die 125 afleveringen. Volgens mij inderdaad ook marathonlopers van gewoon blijven vervolgen kijken. En dan turven van, waar krijgen ze klachten van? Dan krijgen ze een keer een hartaanval. Maar de vorige keer dat die ter sprake komt, daarom gaan mijn wenkbrauw even omhoog. Zei je nog dat hardlopers wel degelijk ook nog een iets hogere levensverwachting hadden? Ja, zeker. Nee, maar leuk dat je het noemt, want ik vind dat juist wel weer interessant. Ik vind toch een beetje die wetenschappelijke discussie nog steeds gaande is. Ga ik het toch denk ik maar benoemen. Is het de J-curve of de U-curve? Aha. Dat is denk ik de discussie die gaande is. Maak het beeldend voor onze luisteraars. Maak het beeldend, dan zitten we op de horizontale as. Is de hoeveel uren, minuten sport jij per week doet. Van helemaal geen sport naar veel sport. Per week en uiteindelijk per maand, per jaar. Nou, niks tot veel. En op de y-as, dus de verticale as, zet je neer het risico op hart- en vaatziekte. Of daaraan een hartaanval te krijgen, / daaraan dood te gaan. En dus hoe lager, hoe gezonder in feite. Hè? Ja. Vandaar dat mensen die weinig sporten, die hebben een hoog risico. Maar en dan ga je langzaam, volg je dan eigenlijk jouw hockeystick, zou je kunnen zeggen. Een punt op z'n rug. Ligt omhoog aan het begin. Maar de vraag is, wordt het, en dan ligt ergens rond de 150 minuten per week, denk ik. Maar daar kunnen we het zo ook nog over hebben, wat nou de optimale belasting is. Maar dus de vraag is, als je nou extreem veel sport, gaat het dan toch dat risico weer omhoog? En wordt het daarmee een U-curve? Ja, en die discussie is nog steeds gaande. Thijs IJsvogels, jij bent Spanisch fysioloog. J of een U-curve? Wat zie jij op basis van al jouw kennis? Ja, ik zou zeggen een J-curve. Kortom, veel sporten levert niet meer risico aan het einde van die lijn. Jawel, want dat geeft de J weer. Want als je kijkt naar maar de wereldgezondheid. De punt van de J ligt toch bij inactief? Deels. Dus je hebt inderdaad het begin, zeg maar, je hockeystick, je handvat, zeg maar, zit bovenaan. Dan gaat het steil naar beneden. Een beetje sporten doet heel veel goed. Dan op een gegeven moment kom je bij het optimum. Ja. Maar aan die hockeystick zit ook nog een klein vliebertje omhoog. Oh, ja. En dat is dat als je heel veel sport, dat het mogelijk, zeg maar, een gedeelte van de gezondheidsvoordelen teniet kan doen. Helder. Ik denk dat dat reëler is dan een U-curve. Ik geloof niet, zeg maar, dat heel veel sporten even ongezond is als niet sporten. Dat kan bijna niet. Daar is ook weinig bewijs, wat mij betreft, om dat vast te stellen. Mm-hmm. Maar zelfs over de J-curve is nog wel fikse discussie, hoor. Want volgens mij ook als je naar de documenten van de Wereldgezondheidsorganisatie kijkt, die zegt in principe dat het een curve-linear relationship is. Dus dat is eigenlijk een Beter. Wordt alleen maar beter. Ja, alleen maar beter. En dan krijg je op een gegeven moment een plateaufase. En als je dat plateau hebt bereikt, dan kun je wel meer gaan sporten. Maar dan is het niet beter, maar ook niet slechter. Mm. En ik weet niet of dat ik daar helemaal achter sta. Is er wel consensus waar dan ongeveer dat optimum ligt? Hetzij van het bodempje van de J, hetzij waar de curve als hij recht wordt, zeg maar. Waar zit een soort van lekker niveau dat je de grootste winst te pakken hebt? Ja. Nou, daar zijn inderdaad verschillende studies die daarnaar kijken. Dat hebben wij zelf ook gedaan. Van oudsher zijn dat eigenlijk alleen maar vragenlijststudies die mensen dus bevragen. Hè? Grote aantallen mensen, duizenden mensen van hoeveel sport je nou? Die mensen worden gevolgd over de tijd en er wordt gekeken hoe vaak treedt er hart- en vaatziekte of sterfte op. En kunnen we dat linken, zeg maar, aan hoeveel iemand sport en beweegt. En als je die methode hanteert, dan zien we dat het optimum, dus de maximale gezondheidswinst, die zit ongeveer op 3 keer de Nederlandse norm gezond bewegen. En dat is 150 minuten per week. Dus dan 3 keer 150 minuten zit je op 450 minuten sport en bewegen per week. Dat is best veel. Ja, dat is zeker best veel. Maar, en dat wil dus ook maar zeggen dat voor heel veel mensen die alles 1 of 2 keer in de week gaan hardlopen of wielrennen, als die zich weten te motiveren om daar nog eens een 1/3 of 1/4 keer bij te zetten, dat zeker nog gezondheidsbevorderend is. Klopt. Maar de kanttekening die ik wel nog wil plaatsen is dat er tegenwoordig zijn allerlei studies die aan de hand van wearables
De inspanning eigenlijk meten. Ja. En het opvallende is, we zien daar een vergelijkbare relatie. Hè? Dus het neemt af en op een gegeven moment komt er een plateaufase. Wel of niet met die J op het einde. Maar wat je ziet is dat je bij, omdat je het veel beter en nauwkeuriger kan meten met een Apple Watch of een andere wearable, is dat je bij veel minder sporten al veel grotere effecten ziet. En dat het optimum op ongeveer een half uur sporten per week ligt. Dus dan heb je het over zo'n 200 minuten per week. Dus dat scheelt de helft. Wacht even, je zei nu 2 keer per week, dus ik denk dat je bedoelt een half uur per dag. 200 half uur per dag, week. Ja. Helder. Keer 7 zit je op 200 minuten. Ja. Helder. En dan zijn we best wel weer dicht bij de beweegnorm, zoals die ook wordt voorgeschreven. Precies. Want die zegt geloof ik officieel 20 minuten matig intensief bewegen per dag. Kom je net niet aan die 200. Dus daar kan wel een stapje bij. Niet meer. Die per dag is eraf. Dus het gaat om 150 minuten matig intensief bewegen per week. En het maakt niet uit of dat je dat in het weekend doet. Ja. Ze hebben zich toegeschreven naar de weekend warriors die even 3 uur gaan wielrennen en dan appeltaart eten. Dat is opeens ook... Ja, maar daar is dus ook wel studies naar gedaan, hè, naar de weekend dat warriors. Dat ook wel oké is. Dat zeker ook oké is, ja. Ik vind ook, we moeten ook niemand hier... appeltaart ontzeggen. Onthouden. Ja. Maar dan is altijd de discussie, ja, matig intensief. Hè? Daar hebben, wat is dat nou in de praktijk met name? Is dat... Vraag je dat nou echt? Nou, vind ik altijd wel, want dan hoor je wel eens tuinieren. Valt dat dan ook weer over? Of, niet. Ik denk dat genoeg mensen moeten... Laten we het aan de inspanningsfysioloog vragen. Matthijs, het lijkt me toch dat je toch een beetje de hartslagers richting de 100, 120 moet krijgen, of niet? Ja, matig intensief is in principe, als we het over, je hebt dus matig en je hebt hoog intensief. Hè? Ja. Matig intensief, dan gaat je hartslag en je ademhaling verhoogt een beetje. Ja, maar je kan wel blijven praten. Precies, een normaal gesprek voeren. Ja, mooi. Het is toch geen discussie over Jurgen. Thijs, super interessant, heel verhelderend. Ik wil nog even kijken of we dat nog naar wellicht wat praktisch advies kunnen vertalen, want... We hebben nu heel veel geleerd over wat mogelijke risico's zijn. Je bent natuurlijk al in het begin begonnen met zeggen... ja, alle risico's waar we het hier over hebben... wegen niet op tegen de benefits van in beweging komen. Dus klopt. Die boodschap is de belangrijkste. Maar nu toch dan aan die andere kant. Wanneer moet iemand, als hij 40 wordt of 50 wordt of 60 wordt... of wat als hij vol... Wanneer is het zaak om toch eens even aandacht te hebben... voor wat er gebeurt bij dat hart? Kun je daar al iets over zeggen? De bevindingen die we eigenlijk op dit moment hebben, dat zijn allemaal bevindingen uit onderzoekssettings. Hè? Dus dat zijn niet per se mensen met klachten. Maar ik denk dat het goed is als je, misschien vanaf je 40ste, waarom niet, om ieder jaar in ieder geval je bloeddruk is te meten. En misschien ook af en toe bij de huisarts gewoon je bloedprofiel te bepalen om te kijken van hoe sta je ervoor qua risicofactoren. Je kan natuurlijk zelf ook op de weegschaal gaan staan. En sowieso blijven bewegen. Ja. En dan praat je, want gaat het eigenlijk om de traditionele risicofactoren van hoog cholesterol, roken. Dat is eigenlijk een heel hoge bloeddruk wat je zegt. Dat je dat eigenlijk daar gewoon op checkt van of jij een verhoogd profiel hebt. Precies. En dat betekent dus dat je dat wil aanpassen, hè, liefst, met een leefstijl. En misschien dat er zelfs toch nog medicijnen moet komen. Maar toch even, als ik denk aan onze doelgroep die hiernaar luistert. Die zullen niet zeggen dat er geen rokers bij zitten, best wel. Maar ik wil zeggen, die hebben waarschijnlijk al iets van een leefstijlstap gemaakt. Dus ik ben wel even benieuwd. We kijken nu natuurlijk specifiek naar risico's van hart, wat noemen we het? Ja. Ziekte of hartrisico's of hartgezondheid bij mensen die al sporten. Ja. Hebben we daar nog een soort rode of oranje vlag? Of zeg je daar ook van, ga maar gewoon ieder jaar of iedere 2 jaar een inspanningstest of een sportmedische keuring doen? Ja, persoonlijk ben ik van mening van niet. Daar zal medisch sportarts natuurlijk anders over denken. Vraag het aan jou. Ja. Ik denk wel, zeg maar, het is wel het beeld wat, en dat hebben mensen zelf ook vaak, is van, oké, ik ben actief, hè, ik ben sportief, dus het zal wel goed zijn. Ik heb waarschijnlijk een laag risico. Maar meet die bloeddruk nou gewoon. Meet eens een keer je cholesterolwaarde. Dan weet je het ook en dan heb je het ook in maat en getal. Want ik denk dat er meer risicofactoren voorkomen onder sporters, waar ze zich misschien niet bewust van zijn. En je kan je natuurlijk wel voorstellen dat als je jarenlang
toch stiekem met een verhoogde bloeddruk rondloopt, ja, dat wel effecten heeft op je hart- en vaatgezondheid. Terwijl als je dat, nou ja, weet vroegtijdig, dan kun je er iets aan doen door leefstijl aan de ene kant of misschien medicatie aan de andere kant. Ja, dat zou ik te denken. Wat doe je er dan aan? Ga je dan niet meer intensief sporten? Maar nee, je kan eventueel dan kijken als het echt serieus is. Zeker. In overleg van de huisarts om bloeddrukverlagende middelen of zo te gaan slikken. Nou ja, voeding is natuurlijk ook iets waar je op kan gaan letten. Hè. Sowieso voor je lichaamssamenstelling, maar ook bij bijvoorbeeld bij een verhoogde bloeddruk. Nou ja, kun je ook met voedingsadviezen beginnen. En dan kun je eens kijken, heeft dat effect en is dat voldoende? En of moet er op een gegeven moment toch een medicijn bij komen? Ja, helder. En jij zegt dus, ik ben niet per se voorstander van 40 of desnoods 50 plus. Ga maar eens iedere jaar of twee jaar naar een sportarts voor een sportmedische keuring. Ik weet, in deze podcast doet ook vaak een sportarts mee. Hebben we het hier wel eens over gehad. En die zegt wel, doe het nou wel een keer aan het begin van een groot doel of zo. Hè? Als je nou naar een marathon of een hele of een halve triathlon gaat. Al is het maar om inderdaad aan het begin wat dingen uit te sluiten dat je al met iets rondloopt. Ja, dat hangt denk ik erg van het doel af van de sportmedische keuring. Hè. Kijk, als het doel is om je fitheidsniveau vast te stellen en om daar je trainingsplannen op af te stemmen, ja, dan zou ik zeggen zeker doen en dat kan je enorm helpen. Maar als het doel is om toch hart- en vaatziekten te identificeren, dan vraag ik me af of dat daar een sportmedische keuring de beste tool voor is. Heel veel kan er ook al bij de huisarts worden bepaald. En we weten bijvoorbeeld uit onze studie rondom coronaire aterosclerose, dat waren allemaal sporters die goedgekeurd waren, dus geen afwijkingen vertoonden bij een sportmedische keuring. En 1 op de 5 daarvan had toch significante coronaire aterosclerose. Ja. Dus als je het over de gevoeligheid hebt van de... Ja, en dat komt dus omdat je neemt het op zo'n sport of zo'n inspannings-ECG niet waar en jullie maken een scan en dan zie je het wel. Ja. Precies. Maar iedereen onder de scanner van boven de 50, dat is onbetaalbaar natuurlijk. Dat gaat hem ook niet worden. Dat is vooralsnog onbetaalbaar. Maar een CT-scan is wel een van de goedkoopste beeldvormende technieken. Die ook nog eens, je hebt het zelf ervaren, je ligt eigenlijk maar heel kort in die scanner. Hè? Klopt. Dus het is echt een werkpaard. Het kan een hoge turnover, een hoog volume wegdraaien. Het is een fluitje van de cent. Nee, daar ben ik wel met je eens. Dus is dat mogelijk een uitkomst van de studie waar je nu mee bezig bent? Dat toch in de toekomst een advies gaat worden, zou kunnen worden? Nou ja, dat is wel, wij dromen daar wel eens over. Hè? Wat zou een hele mooie, echt grensverleggende studie kunnen zijn? En dan speelt dit wel door ons hoofd inderdaad. Omdat je toch niet met een CT-scan kan kijken om vroegtijdig bij sporters hart- en vaatziekten op te sporen. Ja. Daar dan ook vervolgens iets mee kan gaan doen. Maar goed, om zo'n onderzoek uit te voeren heb je grote aantallen. Moet je die mensen lange tijd volgen. Dan heb je het echt over een miljoenenstudie. Dus ja. Ik vind het wel mooi hoe de afleveringen aan elkaar beginnen te rijgen. We hadden in aflevering 122 een paar weken terug Frank Smithuis als radioloog, die ons helemaal heeft uitgelegd hoe zo'n CT-scan werkt en de verschillende beeldvormingstechnieken. Dus in feite moeten we nu wachten op een medische innovatie, dat we gewoon een draagbare of een wearable snelle scan hebben. Ja. En dat, maar toch even terug naar het begin van de aflevering. Thijs, dan zeg jij, wij kunnen die aderverkalking, we zien dat het gebeurt, maar we weten nog niet zo goed of het nou echt een risico of een gevaar is. Hè? Klopt. Dus dat, dat is iets waar we ook mee bezig zijn en waar we eigenlijk ook krachten willen gaan bundelen met onze internationale collega's. We hebben nu in Nederland 2 hele mooie cohorten op dit vlak, zeg maar, die dit hebben bepaald in sporters van middelbare en oudere leeftijd. Maar er is ook een hele grote Belgische studie, er is een Noorse studie, een Engelse studie. En ja, eigenlijk zijn we nu aan het kijken van, moeten we die krachten niet bundelen? En als we al die gegevens met elkaar gaan combineren, ja, kunnen we dan toch niet op relatief korte termijn, in de aankomende jaren, iets zeggen over wat dit nou betekent, zeg maar, op het risico bij hart- en vaatziekten bij sporters. Ja. Want is er al een idee van wat het mechanisme wat hierachter zit? Waarom specifiek dan meer calcium, zeg maar, in die slagaders? Ja. Van ten gevolge van veel, veel inspanning. Ja, nou, er zijn allerlei hypotheses, maar dat zijn nog redelijk wilde en niet onderbouwde hypotheses, moet ik bekennen.
kan jullie een kleine primeur geven, is dat we hebben ook een studie gedaan waar we die sporters na 6,5 jaar opnieuw onder de scanner hebben gelegd om te kijken van hoe zit het nou met de vordering van die verkalkingen. En van welke factoren is dat afhankelijk? En daarbij hebben we eigenlijk gekeken of dat het met name een inspanningsvolume is, dus hoeveel je sport, of dat het een intensiteitsverhaal is. En het lijkt toch echt sterk op dat dat op het laatste is. En dat met name een hele hoge intensiteit tijdens je trainingen, dat zorgt voor versnelling van die coronaire aterosclerose. Dus we zijn nu aan het kijken van, nou ja, geeft die bevinding ons een beetje zicht op welke mechanismen daar mogelijk een rol spelen. Want vind je het ook in andere vaatbedden in het lichaam? Op andere plekken? Of is het eigenlijk specifiek het hart waar je echt die hogere calciumscore ziet? De calciumscore is specifiek in het hart, maar aterosclerose vindt ook in, volgens mij ook in de andere vaatbedden plaats. En ik bedenk heel even, er is één Duitse studie en die laat ook zien dat volgens mij ook vaker voorkomt. Dus perifeer, dus in de benen bijvoorbeeld. Oké. Hey, en als ik dat dan hoor, Thijs, dank voor je primeur. Leuk. En dan moeten we erbij zeggen, het is nog niet gepublished in peer-reviewed journals. Dus dit is een eerste indicatie. Maar, Jurgen, als ik goed luister, jij zit vaak natuurlijk op het gevoel, hè? Ja. Doe wat je voelt. En we hebben al vaak gezegd, het lichaam zoekt de meest efficiënte weg. En het lichaam weet het allemaal al. Wat gaan veel oudere mensen nou doen? Zie je veel oude mannen hardlopen bij de sprint? Of zie je die vaak op de lange, rustige duurafstanden? Ja, op de lange, wielrennen, rustige duurafstanden. Zien we ze daar nog in het peloton de sprint winnen? Ja. Of zijn dat de... Nee. Dus luister naar je gevoel en je lichaam. En als je wat ouder wordt, dan ga je wat langer en rustiger sporten. Nee, en dat is dus waarschijnlijk ook wel het gezondst. Nou, zijn niet voor niks die wandelaars in Nijmegen, toch Thijs? Ja, precies. Mooi. Maar ja, to be continued, dat is duidelijk. Ja, leuk. Ja. Leuk om deze uitleg te horen, Thijs. We worden hier langzaam een beetje slimmer presteren podcast medisch specialisten vertellen. Na de radioloog, nu de inspanningsfysioloog met veel kennis over het hart. We hebben contact met een leuke gynaecoloog, Koen. Die zei, ik wil nog wel eens wat concretere adviezen geven over sporten voor en nabij en rondom de zwangerschap. En misschien kunnen we zo langzamer zijn alle specialisten door. Vandaag zaten we met jou, Thijs. Thijs, ik ben nog wel even benieuwd. Wat doe je zelf aan sport? Ik ben een wielrenner. En ben je dan een weekend warrior? Of 5 keer in de week een uur? Of hoe intensief doe jij dat? Nee, ik moet bekennen dat ik zeker een weekend warrior ben. Want met een gezin met 2 jonge kinderen komt het er door de week vaak toch niet van. Of veel te weinig van. Ja. Afgezien van mijn fietstokjes naar Nijmegen, naar het Radboud. Ja, helder. En log jij die ritjes dan ook op Strava? Recent eigenlijk niet heel veel meer. Jammer. Want je hebt door jouw deelname aan deze podcast toegang tot de zeer exclusieve Slimmer Presteren podcast Strava Club verdiend. Daar vind je alle vrienden van de show, maar ook alle gasten van de show nodigen we daarvoor uit om daarbij te komen. Maar goed, als je zegt, nou, ik heb niks meer met Strava, dan sturen we je in ieder geval hier naast mij op de bank staat hij. Het Slimmer Presteren podcast Sportshirt, Active Dry en... Doe ook erbij in de doos deze heerlijke, klaar voor het winterseizoen Slimmer Presteren podcast Buff. Dan kun jij helemaal warm en in style je wielrenrondjes fietsen. Dus die heb je sowieso verdiend. Okay. Want we vinden het superleuk dat jij je kennis met ons wilde delen. Nou, graag gedaan. En met die prachtige outfit heb ik natuurlijk geen excuus meer om te gaan sporten in volgend jaar. Fotootje op Strava te zetten, ja. Ja, want om nog even, er waren geen medische specialisten, maar wel onderzoekers naar de botgezondheid bij wielrenners. Worden hier wel een soort medisch journaal. Pas op hè Thijs, botontkalking als je te veel wielrent. Dus je moet toch af en toe even hardlopen ook. Dus heb je dan nu een mooi shirt voor. Ja, maar voor de kalk in de hartspieren doet wielrennen het weer veel beter dan hardlopen. Kom je nu mee in de laatste minuten van de aflevering? Dus in die zin hou ik het voorlopig naar wielrennen. Kortom, allemaal aan de triathlon. Lekker de Heuvelrug triathlon. Hartstikke leuk. 10 juni 2023 zien we je allemaal daar. Hey, tot slot nog een paar leuke dingen. Er ligt hier naast mij een stapel boeken. Die kunnen ons, die kan iedereen die luistert ook bestellen in de webshop. De meeste boeken van onze gasten, bijvoorbeeld Thijs van Lier, Kop tegen je lijf en Mariska van Spundel. Als je daarop klikt, dan kom je uit bij bol.com. En dan denk je, hoezo, bol.com kan ik toch ook wel zelf heen. Maar dat is een leuk sneaky extra side hustle van ons. Omdat jij dan via onze webshop komt, dan krijgen wij daar een heel klein beetje kickback van Bol. Dus doe dat vooral. Hierboven op de stapel ligt natuurlijk nog altijd het maakbare uur. Auteur Jurgen van Tevelen. Er ligt inmiddels onder
is natuurlijk wel leuk. Heb ik nog niet zo vaak verteld. Ik heb ook ooit een boek geschreven, Jurgen. In mijn tijd dat ik nog social media specialist was. Trending topic. Ik kreeg dus laatst een vraag van iemand. Die zei, kan ik jouw boek ook bestellen? Ik zei, nou, ik heb nog wel een paar dozen op zolder staan. Het is niet meer helemaal actueel, maar wel grappig. Dus die is ook te krijgen. Die twee boeken, die moet ik naar je opsturen. En aangezien het nu één dag voor het kerstweekend is, moet ik er wel bij zeggen, ik ga even lekker skiën vanmiddag. Ik ga naar de Alpen. Dus als je vanaf nu bestelt, dan krijg je je bestelling vanaf 7 januari weer opgestuurd. Ik dus, moet eerlijk zeggen, ik heb hem nog niet gelezen. Maar we kunnen weer trending gaan maken. Alsjeblieft, voor de kerst. Jurgen van Tevelen, jouw eigen gesignaard exemplaar. Kun je hem meenemen. Ja. En dan ga ik afsluiten. Thijs, nog een vraag aan jou. Als mensen naar aanleiding van deze aflevering nog vragen hebben, mogen we die naar je doorzetten en wil je die nog beantwoorden? Zeker weten. Mooi. Geldt dat ook voor jouw e-mailadres? Mogen we die in de show notes zetten voor als zij zich willen aanmelden als proefpersoon? Nou, we doen dan niet het e-mailadres van Thijs, maar we doen dan even het linkje waar je kan aanmelden voor de studie. Ja. Lijkt me super. Doe dat vooral. En dan leg ik aan alle nieuwe luisteraars, bijvoorbeeld uit het netwerk van Thijs IJsvogels, die dit natuurlijk netjes op LinkedIn heeft gezet, dat hij hier vandaag in de uitzending zat, die dan voor het eerst een slimme presteren podcast. Leuk joh, ik wil ook wel meepraten. Nou, dat kan op een aantal manieren. Wij zijn te vinden op social media. Dan zijn we de @slimmerpodcast op Twitter en op Instagram. Daar maken wij van iedere aflevering een post. Die kan je hartjes geven, die kan je retweeten, daar kan je op commenten natuurlijk. En als je het nog niet gedaan hebt, ga ons vooral ook even volgen. Zodat je dan iedere week weer in je feed netjes ziet, oh, hebben ze het deze week daarover. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je ook die webshop, maar nog belangrijker, daar vind je alle afleveringen. En van iedere aflevering staat daar dan een eigen pagina. Daar kun je reacties of vragen of aanvullingen achterlaten. Of je kan het linkje pakken en die doorsturen naar iedereen in je netwerk voor wie dit ook interessant of relevant kan zijn. Bijvoorbeeld omdat het leuk is om samen met hun je aan te melden als proefpersoon voor de studies van Thijs en zijn collega's. Hè? Alles voor de wetenschap. Of als je zegt, nou, ik ben niet zo van de social media. Ik proef hier toch een trend. Thijs doet niet meer aan Strava. Ik ben helemaal in de war. Maar goed, dan kun je ons ook mailen, lekker één op één, naar post@slimmerpodcast.nl. En ik geef wel vaker de disclaimer. Wij zien prachtige mails binnenkomen. We lezen ze soms met tranen in onze ogen van hoe mooi de verhalen zijn. Maar dat maakt dan wel dat het best wel soms even duurt voordat we reageren. En dat is de komende 2 weken natuurlijk helemaal. Want wij gaan ook op vakantie. Maar blijf vooral mailen en we lezen het allemaal. En we komen er altijd op een gegeven moment wel weer op terug. Dat is de riedel. En daarmee kunnen we de kerst in. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ik zag ergens op een foto op social media laatst dat als je die buff, die heeft een lekker vliesje aan de binnenkant. Dat je die dus ook zo als een soort kerstmus op je hoofd kan zetten. Dus dat is multifunctioneel. Gaan wij de kerstdagen mee in, Jurgen. Ja. Thijs, nogmaals, heel veel dank. En fijne kerstvakantie denk ik ook voor jou, hè? Ja, dankjewel. En jullie ook. Goed nieuwjaar alvast en sportsen. Ja, dankjewel. Jurgen, dankjewel, wij zijn er nog één keer voor de winterstop. Volgende week hebben wij de eindejaarsaflevering. We kijken terug naar de hoogtepunten van dit jaar. En we kijken vooral vooruit naar alle mooie plannen die al op stapel staan voor 2023. Ja. We zijn allemaal op vakantie, dus we doen het op afstand met elkaar. Maar dat wordt nog wel een leuke laatste aflevering voor de winterstop. Dus ik zeg snel van die bank af. Van de bank af? Ja. En tot volgende week. Tot volgende week.